Hey, welkom bij een nieuwe Journal with Us. En deze maand is natuurlijk december. En dat betekent dat wij heel erg tof weer bezig zijn met Journal Your December. En daarom is dit filmpje nu ook op 1 december al te zien in plaats van de eerste maandag van de maand. En wat gaan we met Journal Your December doen? Journal Your December is een challenge die Charlien en ik samen hosten. En daarin gaan we gewoon heerlijk aan de slag met prompts, met opdrachten. 31 opdrachten. En ze staan hier op de achterkant. Je kan natuurlijk ook meedoen als jij niet meedoet met de online workshop. De prompts zijn openbaar en zijn ook voor jou te zien. Dus doe jij niet mee met de workshop, superleuk als je toch mee gaat doen met deze online challenge. En zo maken we gewoon december heel erg veel, met heel erg veel fun en heel erg veel plezier. En gaan we heerlijk creatief aan de slag. Nou, ik ben al, ik heb de laatste weken een beetje veel in mijn December Journal al gewerkt. Want ik zat voornamelijk hierboven en moest toch een beetje wat te doen hebben. Dus inmiddels is dit mijn December Journal. Hij is al lekker dik. Ik hoef nog maar een paar pagina's. En zo kan ik natuurlijk elke dag ook voor jullie posten. Superleuk. En nou ja, je gaat verschillende van die pagina's ga je voorbij zien komen. Heel erg tof. En de pagina die jij vandaag gaat zien in het filmpje is deze. De Rudolf pagina. En ik heb haar een Rudolfje gemaakt met het geweitje. Ik ga het je zo meteen laten zien. En ik ben natuurlijk super benieuwd. Wij zijn natuurlijk super benieuwd naar jouw Journal Your December pagina's. Dus post ze vooral in de Journal With Us groep of in de Elizabeth Craft groep natuurlijk. Dat kan ook. En vergeet ons niet te taggen, zodat wij jou kunnen liken. We wensen je natuurlijk heel veel december plezier. En we hopen dat het jou gewoon even je gedachten ergens op anders op kan zetten. En dat jij met heel veel plezier december door gaat wandelen. Ik begin met het uitkiezen van mijn pagina. En dat doe ik op deze bosachtige pagina, want Rudolf loopt in het bos. Dus ik heb het designpapier op die cirkel uitgestanst en over mijn witte pagina heen geplakt. En dan begin ik natuurlijk met het stempelen van een van de meisjes. Dit is een meisje uit een eerdere release. En zo zie je dus dat je kunt mixen en matchen in dit superleuke cirkeljournal. Bij het watercoloren van gezichtjes begin ik altijd aan de kant waar de schaduw valt. En in dit geval kies ik ervoor dat dat aan de linkerkant is. Dus aan de linkerkant begin ik ook met het inkleuren, zeg maar, van mijn gezichtje. En ik begin altijd met een donkerdere kleur. Ik heb gekozen voor een lichte huidskleur. Dat betekent dat mijn schaduwkleur dus een donkere bruine huidskleur is. Heb jij gekozen voor een donkere huidskleur, dan kies jij een tint donkerder dan wat jouw huidskleur is. Dus dan zou je kunnen gaan voor een of een grijs tint, een grijs-zwart tint, zeg maar, als schaduw. En de donkere huidskleur eroverheen. En of een... Ja, je kunt ook paars kiezen, wordt wel een beetje spannend, maar hou je van uitdaging, dan zou zoiets inderdaad ook kunnen. Zorg dat je de lichte gedeeltes niet te veel inkleurt, dus dat betekent de neus, die is het lichtste in je gezicht. Of je nou een lichte huidskleur of een donkere huidskleur hebt, dat maakt niet zoveel uit, dus die laat je eigenlijk wit. Ik kies ervoor om met die Derwent Grafietint potloden, er zit net een grafiettint in, vind ik heel tof, en ze zijn wateroplosbaar, ook heel cool. Daar kies ik ervoor om die schaduwtinten nog wat meer diepte te geven en wat meer aan te zetten. Vind je het nou nog te veel potloodstreken hebben, dan kun je hem altijd iets vermengen met een vochtig penseel. Ik zou niet een nat penseel doen, maar met een vochtig penseel. En zo maak je die lijntjes dus weer wat zachter.
Nou, de ogen zitten ook lichtpuntjes in. En je ziet dat ik daar doe ik de pigmenten gewoon minder op aanzetten. Dus dat betekent dat in het lichtpuntje laat ik eigenlijk geen pigmenten komen. En dan veeg ik mijn penseel schoon. En dan schuif ik de pigmenten heen en weer, zodat het stukje waar het lichtpuntje valt het minste kleur krijgt. Ik vind het leuk om die kleuren, die mooie blauwe kleur, ook weer terug te laten komen in haar t-shirt of trui. Het ligt er net aan in welk continent je natuurlijk woont, of je nu een t-shirt of een trui, of je nou een t-shirt of een trui aan hebt. Maar ik vind het tof om die kleur terug te laten komen. Zo krijg je een beetje een balans in je afbeelding. Nou, en je ziet dus, als het nog nat is, kun jij er dus nog voor kiezen om die pigmenten een beetje weg te duwen, zodat je niet één egaal vlak krijgt. De haren is eigenlijk hetzelfde als met het gezicht. Je kiest voor donkere en lichtere vlekken en je wisselt dat met elkaar af, zodat jij een levendige bos haar krijgt. Ik vond dat zilverachtige haar in verband met, omdat het natuurlijk winter is, vond ik dat wel een toffe kleur om te gebruiken als haarkleur. Een beetje sneeuwachtig. Na het schilderen ga ik hem uitknippen met een klein wit randje eromheen. En dan kan die eigenlijk al in mijn journal geplakt worden. Ik stans hierna nog het gewei uit waterkolenpapier en geef dit de rode kleur. Zodat je een beetje de, normaal zou zo'n rode neus hebben. Ik kies ervoor om een rood gewei te maken. En die bevestig ik zo meteen in het haar door kleine gleufjes erin te knippen, te snijden. En zo schuif ik dat gewei in haar haar. Natuurlijk moet ik het nummer van de prompt nog stempelen. Dus dat stempel ik op die bordjes. Ik heb gekozen om die bordjes te herhalen waar de nummers op komen. Ik maak nog wat sneeuw aan de onderkant. En dan is mijn Rudolf-pagina alweer helemaal klaar.